Dit is de oude plek van het Greenway Theater. De tandartsenpraktijk zit er nu in. En hier werd dus in 1946 de bioscoop van Voorschoten geopend. En hij heeft hier tot ongeveer 1990 gezeten. En daarna verhuisden ze naar het cultureel centrum, even verderop, waar volgende week feestelijk het 76-jarig bestaan van de Voorschotense bioscoop wordt gevierd. Op 5 april is het 75 plus 1 jaar geleden dat de bioscoop in Voorschoten werd geopend, het Greenway Theater. En dat konden we vorig jaar niet vieren in verband met de lockdown, dus we doen het nu, op dezelfde dag. Toen werd Modern Times van Charlie Chaplin gedraaid als openingsfilm. Die film is net gerestaureerd, digitaal. Dus die print hebben we in huis en die gaan we op die avond weer vertonen. Net zoals 76 jaar geleden. De lokale bioscoop wordt al jaren volledig gerund door vrijwilligers. Ik ben begonnen toen mijn kinderen klein waren. En ik dacht van dat is een goede combinatie. Film en vrijwilliger zijn heb ik altijd al gedaan. Mijn moeder heeft eerst de buurthuis opgezet in Voorschoten. Dus wij zijn opgegroeid met vrijwilliger zijn. We hebben georganiseerd film en food kids, film en food voor iedereen. Dan wordt er een hele lange speelfilm gedraaid en halverwege zijn er tapas. Ik ben een keer als Ma Flor gekomen. Bij de Ladies Night hebben we een keer Mamma Mia gedraaid, kwamen we als hippie. Ja, dat soort dingen. Dat vond ik heel erg leuk. De films worden vertoond door de 75-jarige oud-bioscoopmedewerker Kees Soetemelk. Ik zorg dat de film draait. Zijn er problemen? Omdat ik het zoveel jaar al doe, los ik ze ook op met verschillende macro's. Dat gaat prima. Ja, ik hoop het nog een tijdje te doen. Ik ben een heel groot filmliefhebber en ik vind het natuurlijk ontzettend leuk om een filmprogramma te maken en als een soort uit een koektrommel het beste voor het dorp te kiezen. De Kanonnen van Averone, dat is al jaren geleden. Die heb ik zeker al 7, 8 keer gezien. En als je hem nou weer zou draaien, komen er weer zoveel mensen op af. Zo'n spannende film. Echt leuk. Ik blijf dit zeker doen. Zeker. Ja, absoluut. Als ik ooit de staatsloterij win, dan bouw ik een nieuw filmtheater voor ze. De vrijwilligers zijn klaar voor de feestweek. Kaartjes voor de voorstellingen zijn te koop via de website van het filmtheater.